Verschrikkelijk. Maar ik heb net emotionele afscheid van kleuters en dan krijg ik straks weer. Na 26 jaar neemt de conciërge van de statusschool vandaag afscheid. Hij gaat met pensioen. Dat ga ik gewoon missen. En het contact met die ouders, hè, dat is echt, ja, die sociale aspecten, die ga ik missen. Lieve Leo, wij vonden het altijd heel erg leuk met jou. Bedankt voor de leuke jaren. Justin, Thomas, Jasper, Elise, Enes en Isabella. Leo is geen onbekende. Hij treedt namelijk regelmatig op. Hij staat dan ook bekend als de zingende conciërge. Ik ben vaak met die kinderen aan het zingen natuurlijk. En omdat ik heel vaak op het podium sta. En vooral als er ergens buiten is, komen ze altijd kijken. Vandaar die naam, de zingende conciërge. Dat zingen is een hobby. Conciërge zijn is zijn werk. Maar hij doet het met veel plezier. Ook die dingen die je dan doet, zoals telefoon opnemen, kopiëren, contact met de mensen, dingen repareren. Ja, het is niet eentonig, laat ik het zo maar zeggen. En je helpt de leerkracht er heel veel mee. Hè? Dat is gewoon een feit. Van, joh, die hebben het toch al zo druk, vooral de laatste tijd is mij opgevallen. Maar voorlopig zit de statusschool zonder conciërge. Het was een gesubsidieerde baan, vernoemd naar toenmalig minister Melkert. Ze zijn afgeschaft. En het volle pond betalen voor een nieuwe conciërge is voor veel basisscholen te duur. Leo trekt vandaag voor het laatste schooldeur achter zich dicht als conciërge. Maar als hier in de toekomst wat te doen is, een feest of expositie, kom je hem misschien toch weer tegen. Ik kom vast wel terug. Het gaat missen gewoon.